Als ik geen andere gekken van nabij had gezien, had ik het nooit afgeleerd om er altijd aan te denken. Het is 1882, 2 jaar na Vincents besluit om kunstenaar te worden. Auvers-sur-Oise rond 10 juli 1890. 1879. 15 december 1883. Saint-Remy de Provence, 23 mei 1889. Beste broer, ik gevoel hoe pa en moe instinctmatig denken over mij. Het is tijd dat gij weer eens iets van mij hoort. Sien is vannacht bevallen, heeft een zeer moeilijke verlossing gehad, maar is er goddank evenwel levend van de afgekomen en het is nog een heel aardig jongetje ook. Nu kan ik geen penseel zien, maakt mij zenuwachtig. Ik heb alleen de keus om een goede of een slechte schilder te zijn. Ik kies voor het eerste. Door het venster met ijzeren tralies kan ik een ommuurd korenveld zien, waarboven ik 's morgens de zon in zijn volle glorie zie opkomen. Malven, Theo, Tersteeg, gij lieden hebt mijn brood in handen. De brief van Jo was voor mij echt als een evangelie. Een bevrijding van de angst die ik had opgelopen van de voor ons allemaal wat moeilijke en zware momenten die ik met jullie heb gedeeld. Evenals de zeelieden aan land het heimwee hebben naar de zee, ondanks al de gevaren en moeite die hen bedreigen, zo ook de mijnwerker. Hij is liever beneden dan boven de grond. Gelukkig is mijn maag weer zo ver hersteld dat ik deze maand 3 weken op scheepsbeschuit met melk en eieren heb geleefd. Mauve neemt het mij kwalijk dat ik gezegd heb, ik ben artiest. Maar wij willen hopen dat die sombere schaduw maar een schaduw mogen blijven die gewoon weer voorbij gaat. Maar zonder gekheid. De angst voor de krankzinnigheid neemt bij mij behoorlijk af. De hond heeft alleen spijt dat hij niet weggebleven is. Want het was niet zo eenzaam op de heide als in dit huis. Omdat ik bijna zeker weet dat die doeken jullie zullen vertellen wat ik niet in woorden kan uitdrukken. Gij hebt het op uw geweten dat ik zo gelukkig ben vandaag. Van hier naar willen en doen is nog een lange weg. Groet uw huisgenoten en Mauve bij gelegenheid. Ik heb nu gesproken en wacht af hetgeen mij verder gezegd zal worden. Tout à toi. Vincent.